Oh, blijf staan, hè, camera. Hallo dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar een splinter nieuwe video hier op PrittyV. Ik ben hartstikke blij dat ik weer een video voor jullie bazen mag maken. Ik heb de 303 abonnees, geloof ik. Dat vind ik gewoon leuk om te zeggen. Dat is gewoon één ding wat leuk is. Ik weet ook niet waarom. Het is gewoon grappig. Ja? Ja. Vandaag ga ik de moeilijkheden over blinden vertellen. Ik heb vandaag wat gezien dat ik dacht, hoe kan een blinde dat nou zien? Als jij daar benieuwd naar bent, kijk dan gewoon na de intro. Jawel, daar ben ik dan weer met een nieuwe aflevering. Helemaal speciaal voor jullie bazen gemaakt. Ik heb weer mijn bed opgemaakt. Ik dacht, het staat zo raar als je bed niet opgemaakt hebt. De vorige video's heb je dat helaas gezien. Sorry daarvoor, dat was ik vergeten. Ik zag vandaag bij een bushalte een paaltje waar de tijd op staat van de bus. Ik dacht, what the fuck? Waar is dat voor? Dus toen klikte ik op dat knopje en toen hoorde je bus 170, Zoetermeer via Berkel, via Berkel. Zoiets hoorde ik. Nou jongens, ik weet het. Het is voor blinden. Maar ik wil één ding zeggen, het is wel voor blinden. Maar hoe weten blinden dat dat paaltje daar staat? Ha! Dat is een goeie. Ja, Arthur. Dat is een supergoeie. En ik zie zelfs nog van die pijltjes staan op die paal. Van ja, daar is het knopje. Hoe de sukkelige lullen stullen. Hoe de fuck weten zij waar dat knopje is als ze blind zijn en je ziet van die pijltjes. Alsjeblieft willen jullie dat mij heel even uitleggen. Dankjewel. Ja, maar ik had dus gehoord van mensen dat blinden kunnen klikken, zo. En dan weet ze gelijk waar ze zijn. Het zijn toch knappe mensen, dat als ik ga klikken en ik ga lopen, ik denk dat ik dan tegen alles aan ga botsen en zo. Dus, wat ik jullie wil meegeven in deze video is, help alle blinden de weg op, in de bus, weet niet wat. Help ze gewoon. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. Ik wil graag de 400 abonnees halen. Dus willen jullie helpen op de weg naar de 400 abonnees. Dan heb ik nog maar één ding te zeggen. Doei. Ja. Hoe moet ik dat doen? Oh, je hoort gewoon de papiertje. Ja. Ik heb tekst. Oké. Lottie!